Nu je het toevoegen van afbeeldingen volledig onder de knie hebt, is het tijd voor de volgende vraag. En dat is natuurlijk, hoe upload je video's of hoe zorg je dat video's zichtbaar zijn op je website? En er zijn een aantal manieren om dat te doen en ik wil je eigenlijk even laten zien hoe je dat op de meest makkelijke manier kan doen. Dus in dit geval laten we eventjes een bericht openen. En even een bestaande erbij pakken. En in dit geval stel dat we onder dit tussenkopje zometeen een video willen plaatsen. Nou, het makkelijkste om te doen, en dat is om je video eerst te uploaden naar een video hosting service zoals YouTube of Vimeo, etc. En wat je vervolgens kunt doen, is even kijken of ik dit goed heb hier. Wat overigens ook heel handig is, en dat is iets van YouTube, en dat is weer een ander iets. Dat is dat je hier kunt aangeven wanneer de video moet beginnen. Dus stel dat je een specifiek moment in een video wil laten zien, dan kun je drukken op beginnen bij. En dan geeft hij een soort kort extra ding aan de URL, waardoor de video iets later begint. Dus dat kan eventueel handig zijn. In dit geval is het niet nodig. Maar wat je doet, is gewoon vervolgens deze URL kopiëren. En wat je doet is, je drukt op tekst en schrik dan niet, want dit is de HTML versie. Maar als het goed is, werkt het anders niet. Vervolgens zoek je de plek op waar je het wil hebben. En in dit geval zie je hier een tussenkopje en dat maakt niet uit. Je kunt er wat ruimte toevoegen. En vervolgens kun je daar de link plaatsen. En dan kun je weer teruggaan naar je gewone scherm en dan zie je dat die de link er hier tussen plaatst. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Wellicht kan het ook, kun je hem ook gewoon vanuit dit scherm ertussen plakken. Maar volgens mij heb ik wel eens moeite mee gehad dat hij vervolgens alleen de link laat zien op de pagina en niet het filmpje zelf. Dus als het goed is, moet dat nu wel werken. Dus we drukken op bijwerken. En dan laten we het bericht even kijken. Hier. Kijk. En dan plaats je hem uiteraard al heel mooi tussen. Zodat je hier kunt zien dat je inderdaad een YouTube filmpje hebt. Wil je een Vimeo filmpje gebruiken, dan werkt dat in principe hetzelfde. Ik zal het nu even on the fly moeten doen. Dus dan gaan we even naar Vimeo.com. Gaan we even kijken of we daar even een filmpje vandaan kunnen halen. Volgens mij gebruiken ze daar momenteel nog een embed code. En dan zul je net zien. Ja, ik wou net zeggen dat het eventjes een tijdje duurt voordat hij begint met laden. Wat je vervolgens bij Vimeo hebt. Ik gebruik even de eerste en de beste. Je hebt een share knop. En dan heb je hier vervolgens. En hij is eventjes bezig, juist. Wat je hier ziet inderdaad, dan krijg je de embed code. En de embed code, zodra je erop klikt, dan selecteert hij alles. En deze kun je vervolgens kopiëren. Of gewoon Ctrl-C of hier op kopiëren drukken. En dan kun je deze ook weer op dezelfde manier toevoegen. Dus stel dat we deze eronder willen plaatsen. Dan kun je even op afbreken, gaan we weer naar tekst. En dan weten we dat hij daar tussen staat. En vervolgens plaatsen we de embed code daaronder. En dat zou ervoor moeten zorgen. Kijk, wederom geldt hier dat je hier niet van moet schrikken op het moment dat je dit ziet. Want dit is gewoon hoe hij hem in de editor laat zien. En vervolgens kun je hem bijwerken. En wanneer je dan deze pagina weer vervest, dan zou de video beschikbaar moeten zijn. En er gaat iets momenteel niet hebben. Ah, kijk, daar was hij al. Ik kan het zeggen. Het zou goed moeten zijn. En wat hij doet, hij verkleint hem automatisch, zodat het er goed in past. Dus dat ziet er helemaal mooi uit. En wat je hier krijgt, is vervolgens de attributie. Dus als je eigen video staat, staat hier je eigen dingen. Maar dit is in verband met copyright dingen en zo.
staat dit automatisch vermeld als je een filmpje van Vimeo pakt. Maar dat is dus hoe je heel simpelweg video's toevoegt vanuit de twee meest gangbare netwerken. Je kunt, als je dat zou willen, kun je ook je eigen video's uploaden naar de hosting server, et cetera. Maar dat is ten eerste een hoop gedoe. En ten tweede is het niet aan te raden, omdat je dan ook de bandbreedte van je webhost gebruikt. En als je de bandbreedte van je webhost gebruikt en iedereen gaat dus die filmpjes van jou streamen, dan betekent dat dat de kosten heel snel oplopen. Dat je heel snel aan je maximale bandbreedte zit. En om dat te voorkomen, is het aan te raden om gewoon je video's op YouTube of op Vimeo te uploaden en die vervolgens te embedden in de webpagina's. En dat is, zoals ik zojuist heb laten zien, dat is hoe het werkt. En zo simpel is het dus eigenlijk. Dus veel plezier met het uploaden van je video's. En tot de volgende tutorial.